Het Vlaams Belang is geen partij zoals alle anderen. Wij zijn geen partij van alleen maar woorden, maar ook van daden. En vandaag staat met de uitspraak van een rechter in Mechelen de vrijheid van meningsuiting op het spel. En dat gaan wij niet laten gebeuren. Beste vrienden, dit arrest, dit vonnis is een aanslag op de vrije meningsuiting. Een zoveelste poging om onze beweging, om het Vlaams Belang, om onze identitaire Europese beweging monddood te maken en te muilkorven. Onze partij, als wij hier vandaag staan als Vlaams Belang, dan staan wij hier omdat wij de partij zijn en de enige partij zijn voor onze Vlaamse identiteit en dus tegen de islamisering. Een politiek benoemde rechter hier in Mechelen, niet in Rusland, niet in Hongarije, niet in Wit-Rusland, niet in China, maar een politiek benoemde rechter die de vrijheid van meningsuiting zo frontaal aanvalt, is een ware schande. In een democratie, beste vrienden, wordt een mening met een mening bestreden en niet met vonnissen en repressie. Maar het is wel zeer opmerkelijk, beste vrienden, dat ook de liberalen in Vlaanderen muisstil zijn. Liberalen die ooit in vorige eeuwen de verdedigers waren van vrijheid van meningsuiting, de verdedigers waren van de invloed van religie in onze maatschappij, die zijn vandaag muisstil. Wij zijn het verzet. Het verzet begint nog maar net vandaag. Ze denken misschien wel dat ze ons kunnen censureren. Ze denken misschien wel dat ze ons kunnen uitsluiten. Ze denken misschien wel dat ze ons kunnen verbieden. Maar nooit, nooit gaan ze onze ideeën kunnen tegenhouden. We komen eraan. Wij zijn het verzet. Leven de vrijheid van meningsuiting. En stop de censuur. Ik dank u. Deze actie zit er alvast op, maar dit is maar het startschot van een hele campagne, want wij zijn het verzet tegen deze censuur van het establishment. Wij komen op voor de vrijheid van meningsuiting. Ze mogen meningen proberen te verbieden, organisaties proberen te censureren, maar het Vlaams Belang en zijn ideeën, die krijgen ze nooit kapot.